vissen. Vissen, van harte welkom op het kanaal van Mireille Online. Mijn naam is Mireille van Rijn. En we gaan kijken met de kaarten wat er de maand mei 2020 voor het sterrenbeeld vissen te wachten staat. Dus ik ben natuurlijk heel erg benieuwd en ik hoop jij ook. We gaan lekker kijken en voordat ik de kaarten ga leggen wil ik jullie natuurlijk allemaal weer heel erg bedanken voor die ontzettend leuke reacties iedere keer. Ik hoop dat jullie dat vooral ook blijven doen. Dat geeft mij natuurlijk ook weer energie en inspiratie om dit lekker door te blijven zetten. En ben je nou nog geen abonnee? Klik dan even hieronder aan de video om abonnee te worden. Dan krijg jij vanzelf een melding als ik wat te melden heb. Vergeet je duim niet, vind ik ook altijd helemaal top. En we gaan lekker beginnen vissen. Ik doe hem nog één keer schudden. En ik ben heel erg benieuwd. Zo. Vorige maand hadden jullie echt een top vooruitzicht. Ik gebruik trouwens deze tarotkaarten. Dat is de Naked Heart Tarot. En die heb ik van tarot.nl cadeau gekregen. Dus wil je daar meer over weten, kun je altijd daar op de site eventjes kijken. Nou, eens even kijken hoor. Het ligt er weer niet verkeerd bij, vissen. Ik ga ze straks allemaal in beeld laten zien. Oké. Zo. Oké. Zo. Daar ligt wel iets pittigs, vissen. Dus dan weet je dat alvast. Maar we gaan straks even kijken wat dit allemaal te betekenen heeft. Ik hou ze nog eventjes in de buurt. Mocht ik nog meer willen weten. Oh, hier zie je dat ik er twee neergelegd heb. Dan zal dat ook wel een reden hebben. Eens even kijken. Nou, leg ik ze zo neer. Dan weet ik dat ik daar straks even rekening mee moet houden. Nou, veel staven. Zwaarden zie ik liggen. Dus helderheid. Wat gaat er sowieso gebeuren voor de maand mei voor jou vissen? Nog even één keer de Lenormand schudden en dan gaat die er ook overheen. Kluizenaar zie ik al liggen. Oké. Zo. Daar ligt liefde. Vissen. En het schip. Boek. Er komen sowieso nieuwe inzichten voor jou aan vissen. Eens even kijken hoor. Zo. Kruis. En de toren. Daar bak ik er even één extra bij. Ja, nou. Zo, ja. Waar gaat het hier allemaal over, joh? Balans. En de zegenwagen. Plus liefde. En je hart krijgt een nieuw impuls. We beginnen eigenlijk even met de munten 2. Pentakels 2. Je ziet ook die zandloper. Hier herken je hem misschien al in dat dat aan het balanceren is. Dit is waar jij nu in verkeert of binnenkort in gaat verkeren, vissen. Balans. Je gaat, je bent eigenlijk een beetje aan het bijkomen. Je bent een nieuwe balans op aan het maken. Het kost je wel wat moeite. Maar je beweegt wel mee met die golven. Dus dat komt wel in orde. Hier heb je namelijk het hart. Het hart staat of voor het kind, dus letterlijk een nieuw begin. Maar wat ik er vanuit de Lenormand nog bij krijg, is die knappe meneer. En dat betekent eigenlijk, dat hart krijgt een nieuw impuls. Dus je gaat of ergens sowieso een nieuwe start inmaken. Maar het kan ook zeker met liefde en relatie te maken hebben. En als tweede tarotkaart trok ik de Chariot, dus de zegenwagen. Alsjeblieft, dan zie je ook eigenlijk dat je, hè, die vleugels zie je aan de zijkanten, de kroon daarboven. Nou, je gaat dingen komen in beweging. Er ligt eigenlijk geluk voor jou en dat heeft met hartzaken te maken en dat het hart een nieuw impuls gaat krijgen. Dus dat is in ieder geval al heel erg leuk. En wat ligt daar dan onder? Wat is er dan gebeurd of wat heeft daar dan mee te maken? Dan pak ik de kluizenaar samen met de vissen. Die kluizenaar is even in zijn schulp gekropen. Ik laat hem even van dichtbij zien. Het zijn wel hele gave kaarten.
En die kluizenaar is even zijn eigen licht hierop gaan werpen. Dat zie je ook bovenaan, die ster en die L. Dit is ook echt het teken van de kluizenaar. Die zie je normaal op die lantaarn die hij draagt. Je bent dus even een lichtje op gaan werpen. Je hebt je even teruggetrokken of je gaat je even terugtrekken om gewoon eens een overzicht te maken. Om helderheid te krijgen voor jezelf. Omdat jij ook wil dat zaken weer gaan stromen. En betreft die harten. Ja, dat zijn echt watertekens eigenlijk. En dit is een aardeteken. Maar voor mijn gevoel, ja, je zou met een aardeteken te maken kunnen hebben. Maar dit stukje gaat echt over jou. Want dat is echt dat waterteken. Ja, waar komt het nou vandaan? De Skyfather en het schip liggen hier. Eens even kijken wat dat nou wil vertellen. Want het schip betekent beweging. Komt beweging en daar kom je eigenlijk vandaan. Grensverleggend ben jij ook bezig geweest. Misschien ben je over je eigen grenzen gegaan. Of de grenzen van een ander. Dat zou heel erg goed kunnen. Ja, en deze is Skyfather. Dat is eigenlijk het goddelijke. Alles helder. Nieuwe inzichten. Je gaat heel helder naar dingen kijken. En vandaar dat je ook eigenlijk die kluizenaar daarna hebt. En het schip samen met die vissen betekent gewoon dat er geld naar jou onderweg is. Dat kan bijna niet anders als dat er op een bepaalde manier geld naar jou onderweg is. Het is trouwens een ramteken, die Skyfather. Ook wel leuk om mee te geven. In ieder geval, er komt beweging in. Het kan zijn dat je of heel grensverleggend bezig geweest bent, over grenzen heen gegaan bent of iemand over jouw grenzen heen gegaan is. En anderzijds, als ik hem zeg maar op een andere manier doortrek, dan zie ik gewoon dat er beweging is in geldstroom. Dus dat is sowieso altijd leuk om te weten. Ja, en wat is dan het inzicht, vissen? Ja, muurtje opbouwen, een aapje met een boek. Ik laat hem even zien. Staven 9. Dus je hebt heel erg de neiging om jezelf te verdedigen. Om je heel defensief op te stellen. En dat ligt op het inzicht. Dus eigenlijk weet je dat ook wel. Dus ga eens bij jezelf te raden. Hier ligt ook het boek. Durf dat boek ook te openen voor jezelf. Om inzichten te krijgen van waarom heb je nog die neiging om je zo te verdedigen emotioneel. Waarom voel jij je nog niet veilig? Wat is nou de reden dat jij alles zo, die muur om je heen wil hebben? Dat is eigenlijk het inzicht waar je eventueel eens even naar zou kunnen gaan kijken. Want wat is de volgende stap? Twee hele vurige kaarten. Een vosje met een staaf en de roede. Nou, dit is alsjeblieft paasje staven. Dus een nieuw begin, maar er zit angst op. Dat geef ik wel mee. Dit is een beetje een angsthaasje. Dus wees nou niet, schiet niet in je angst. Durf gewoon stappen te zetten. Ik zie hier een innerlijke strijd. Want daar heb je de roede. En die staat voor passie, voor strijd, voor innerlijke strijd. Ja, als ik deze combineer en invoel, dan zit jij vanuit dat inzicht, wil jij die muur wel weg hebben. Maar je zit nog een beetje in strijd. Je bent er nog een beetje bang voor om echt volledig jezelf bloot te geven. Zonder dat je echt kwetsbaar voelt. Dus werk aan de winkel, vissen. Ja, en hoe denk jij nou zelf over de hele situatie? Wat vraag jij jezelf nu af? Dan pak ik de wolken en zwaarde 2. Zwaarde 2 geeft eigenlijk aan dat je het gevoel hebt dat je wat vastzit in de situatie. Je ziet dat anker, dat betekent ook eigenlijk dat je vastzit. De maan die zie je er wel overheen schijnen. Maar je wordt heel erg beïnvloed door een stukje angst wat er nog ligt. Ik heb hier de wolken. Dus dat betekent eigenlijk strijd, wolken. Als ik vanuit het boek zo schuin naar beneden trek met die roede en die wolken. Dan denk ik, nou, er kan best nog wel eens een strijd gaande zijn ook of komen, dat er informatie naar boven gaat komen waarvan je nog niet op de hoogte was. Dus dat heeft met geheimen en dergelijke, zou dat te maken kunnen hebben. Dus dat is de andere zijde als ik die lijn zou trekken. Dus blijf vooral heel rustig, blijf bij jezelf.
Ga er niet gelijk vanuit je impuls in, zodat je vanuit jezelf de zaak goed helder waar kan blijven nemen. Ja, waardoor word jij beïnvloed? Iets wat je best wel wat energie kost, maar ook hartzeer. Kijk, zwaarde 3. Zwarte raaf, dat geeft altijd wel een bepaald bericht aan. Dus zie jij nou om jou heen ineens bepaalde vogels? Zoek eens even spirituele betekenis dieren op Medium Mireille of op puurmedium.nl. Dan kan je daar eens wat betekenissen achter gaan zoeken. Je ziet wel die ruimte in dat hart. Je ziet dat het hart wel open is. Maar dat hart is gekwetst. Je handelt nog vanuit hartzeer. Dat is nog wat jou dwars zit, wat jou zou kunnen beperken. Terwijl je eigenlijk ook wel weer heel erg in je energie aan het komen bent. Die chakras komen veel meer in balans. Maar vanuit die pijn die daar nog eventueel zou kunnen zitten, ben jij heel erg geneigd om daar zo op te focussen dat het je heel erg veel energie kost. En dat is eigenlijk wel heel erg zonde. En anderzijds betekent ook wel dat je heel erg sterk bent. Dat je heel sterk van emotie en van hart bent. Maar dat is wel wat jou beïnvloedt. Dus ja, kijk even wat je daar eventueel mee zou kunnen. En heb je nou zoiets, ik vind het wel heel erg gaaf, of ik wil persoonlijk eens meer weten voor mij persoonlijk, dan kun je natuurlijk altijd bij mij terecht voor een telefonisch consult of een ingesproken kwartaalreading of een halfjaarreading. En dan kun je gewoon je thema aangeven. Je kan terecht op puurmedium.nl. We moeten nog eventjes afwachten hoe het met de lockdown gaat. We mogen wel weer mensen ontvangen als er maar 1,5 meter afstand is. Maar goed, ik vind het op dit moment nog verstandiger dat we het nog even via video of dergelijke of telefoon doen. En ja, wat is nou je hoop en je vrees? Dat vond ik wel pittig voor jou, want ik heb hier zwaarde 5 en zwaarde 4. Belangrijk is dus dat jij eens even, en dan het kruis erbij, hè? Dus dan heb ik en deze twee kaarten, alsjeblieft. En dan heb ik ook nog eens het kruis erbij. Nou, als je dat allemaal samen, ik denk dat ik het even zo moet doen. Zo. Als je nou dat samenvoegt, kijk, zwaarde 4 geeft eigenlijk aan, je mag een beetje bijkomen, rust nemen. Je hebt best wel in een strijd gezeten, daar moet je van bijkomen. Toch heb je hier die zwaarde 5. Belangrijk is dat je niet te overmoedig wordt, niet jezelf overschat. Maar blijf vooral in je rust en in je vertrouwen. Dit geeft ook aan het vertrouwen, het geloof in jezelf, ook een bepaalde last die je nog draagt. Dus als ik de lijn zo zou trekken, zou ik zeggen, nou, heb je nou echt hinder nog van oude lasten, emotionele lasten? Kijk dan eens even of je daar mee aan de slag kunt als het jou echt beperkt. Want dat zou natuurlijk heel erg zonde zijn. En waar gaat het dan naartoe? Wat is nou het einddoel van deze hele toestand waar jij in verkeert? Maar ook wel hele mooie dingen. Want het is wel heel vurig, heel passievol. De L, de hoge priesteres. Hele gave kaart. Ik laat hem je even zien. Nou, je ziet zelf al heel veel symbolen. Die hand met het alziende oog. Nou, de L is natuurlijk ook alziend. Het gaat erom dat jij weer vanuit je intuïtie gaat samenwerken met je verstand. En dat je donker licht er laat zijn. Goed je afwegingen durft te maken, maar vooral luistert naar die innerlijke stem. Want dat is echt het einddoel en daar ga jij ook naartoe. De toren betekent groei en promotie, kan dat voor staan. Misschien een stukje isolement, maar ik heb er vooral bij, als je hoog in die toren zit, heb je ook een heel goed overzicht. Net als die L. Daarnaast de boodschapper. Dus dat betekent dat er weer hele nieuwe bewegingen komen. Het betekent beweging, net een beetje als het schip, maar dan snel. Komen positieve berichten voor jou aan. Het is een hartekaart. Dus het gaat over relaties, hartzaken, vriendschappen, familiezaken. Kan een onverwachte minnaar of minnares zijn of iets dergelijks. Maar daar gaat het naartoe. En belangrijk is die eenwording met jouw intuïtie. En daar gaat het naartoe. Dus dat is wel een hele grote plus wat jij komende maand mag gaan verwachten en ervaren. En nou ben je van mij natuurlijk gewend dat ik altijd wel een extra kaart pak. De kleurkaarten doe ik hierna. En ik ga nu de romantieke kaarten gebruiken. Eens even kijken wat er verder nog op liefde
eventjes in een flits naar voren gaat komen en heb je zoiets van ja, ik wil wel eens helemaal specifiek op liefde weten. Nou, dan kijk je eventjes in de playlist. Daar staan ook liefdesreadingen per sterrenbeeld klaar. Dus daar kun je dan, als je daar interesse in hebt, ook eventjes naar kijken. Nou, blijf optimistisch over je liefdesleven. Positief denken en vertrouwen zullen je romantische liefde gaan brengen. Alsjeblieft, hele mooie kaart. Kijk dan, ontvangen. Hè, dat zie je hier ook. Die handen eigenlijk al vol bloemen. Het aanbidden, maar ook het durven ontvangen. Dus vooral positief, optimistisch blijven. Op dat vlak wil jij meer over liefde weten. Dan ga je gewoon even naar het volgende filmpje. Voor het sterrenbeeld vissen voor de maand mei op het gebied van liefde. En nou, we gaan nog eens even kijken vissen welke kaart, kleurkaarten jou... Oh, er zit een engelenkaart tussen, zie ik. Een romantiek kaart. Welke kleuren jou gaan ondersteunen komende tijd voor de maand mei. Ik pak hier ambar met brons. Een hele mooie kleurcombinatie. Heel warm. Nou, amber geeft aan, word je bewust van je creativiteit. En brons geeft aan, versterk je lichaam. Nou, dit zijn echt kleuren. Je hebt hier ook allerlei edelstenen in of een combinatie hiervan. Trek je kledingkast eens even open. Ja, er is van alles in deze kleuren. Bloemen is een beetje lastiger, hoewel je wel hier ook bloemen en planten in hebt. Maar ga eens even voor jezelf kijken wat die kleuren met jou doen op het moment dat je ze nu ook op die kaarten ziet. Het kan je extra ondersteuning geven. En misschien heb je er helemaal niks aan of wil je er helemaal niks mee. Een reading kan natuurlijk zo op een video nooit met alle vissen 100% resoneren. Dus ik wil je adviseren om ook zeker even naar je ascendant sterrenbeeld te kijken. Weet je niet wat je ascendant sterrenbeeld is, dan zoek je dat even in Google op. Er zijn allerlei sites waar je dat omhoog kunt halen. Nou, voor een persoonlijke reading klik je even hieronder. Eigenlijk voor alle consultmogelijkheden, informatie, social media. Kun je allemaal hier onderaan deze video even opzoeken voor jezelf. Ik wil jou weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende. Doei doei!